Diana Lid Cotino, woon- en leefgenot Leiding 20 krijgt boost. Om het woon- en leefgenot van de bewoners van Leiding 20 te verbeteren, zullen binnenkort de nutsvoorzieningen in de buurt ter hand worden genomen. Onder andere is de toezegging gedaan door Marlon Oosterling, directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, SWM, om de watervoorziening te verbeteren. Deze mededeling deed parlementariër Roselli Cotino van de Nationale Democratische Partij, NDP, op dinsdag 23 april in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut. De bewoners van Leiding 20 hebben de gelegenheid gehad om in het afgelopen weekend vraagstukken in hun woongebied aan te kaarten tijdens een meeting waarbij verschillende overheidsvertegenwoordigers en het DNA-lid aanwezig waren. De volksvertegenwoordiger zegt dat de SWM in 2014 het gebied reeds had voorzien van veilig en schoon drinkwater. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.